13e wedstrijd van het toernooi. Topaffiche van de maandag. Weer Salvador, weer twee Europese topvoetballanden tegenover elkaar met Jawel. Weer van die tropische regenbuien op de dag voorafgaand aan deze wedstrijd. Iedereen is het er wel over eens. Duitsland-Portugal, dat is een wedstrijd van het Duitse collectief tegen een Portugal van maar één man, Cristiano Ronaldo. En de discussie in het Duitse kamp is vooral hoe je de sterspeler opvangt. Een belangrijke rol voor Philipp Lahm en Boateng. Die bondscoach Joachim Löw die is vol vertrouwen. Ik geloof dat als we in de lage zijn over het hele turnier hinweg even ook onze leistung af te roepen, maximaler Wille, Herz, viel Leidenschaft, dann sind wir schon eine Mannschaft, die eben auch eine ganz hohe Qualität hat und die schwer zu schlagen sein wird. Joachim Löw en zijn Duitsland. Toernooivoetballers. Laatste drie WK's, steeds bij de laatste vier. Löw benadrukt dat ook. Hè? Het gaat om vier weken lang. Inwiefern schafft man es als Mannschaft über einen Zeitraum von vier Wochen eben auch diese Topform zu halten? Inwiefern schafft man es vielleicht auch ohne Verletzungen durch dieses Turnier zu kommen? Ja, das soll Van Gaal als gute Musik in de Ohren klinken. Bleibt het mentale Aspekt over? In hoeverre zijn die Spelers van bijvoorbeeld Bayern München, Schweinsteiger, Müller en ook keeper Neuer fit genoeg? Ook mentaal voor zo'n slopend toernooi? Ja, voor dem ersten Spiel ist es halt immer so, dass man nie wirklich weiß, wo man steht. Und nach dem Spiel ist man dann immer ein bisschen schlauer. Ja, de Spanjaarden werden een paar dagen terug hier in Salvador ook een stuk wijzer. En zo zijn we toch waar we graag willen zijn, bij Oranje. Can you say that the best strategy to get to the final at this World Cup is just get away from the Dutch? Ja, zeg daar maar eens iets zinnigs op. Ja, dat kan man am Anfang natürlich nicht sagen. Klar, sie haben goed gespeeld tegen Spanje en dat was het eerste match. En man darf het natuurlijk niet overbewerten. Het is een uitroepteken dat op ieder geval Holland ook echt gezet heeft. Maar we moeten ons natuurlijk op ons spel eerst concentreren.